morgen kijken bij Skittlingen. Vandaag zullen we het hebben over intervisie. Intervisie gaat er eigenlijk dat je in jezelf keert om over een persoon, een gebeurtenis, situatie na te denken. En je begint eigenlijk heel dicht bij jezelf, hè, met het gevoel. Welk gevoel heb ik bij de situatie? Dat is de vraag 1. Dus dat is het begin van het proces. Welk gevoel heb ik erbij? Wat doe ik met me? Ja, dan stap je door. Bijvoorbeeld, hè, deze volgorde hoef je niet precies aan te houden, maar wat heeft dat gevoel veroorzaakt? Dan kijk je achter de feiten die er liggen. En dan ga je weer naar jezelf terug. Stap je naar beneden en zeg je, waarom heeft dat gevoel precies bij mij veroorzaakt? Dus eerst, wat is het precies? Waarom? En dan trek je door, hè? Dan ga je weer die andere hoek in, richting oplossingen. Daar, dus eerst linkerkant, meer feitelijk, hè? Dus wat is het? Waarom doe ik dat? En dan, stel dat je dat probleem zou kunnen oplossen, of helpen oplossen, of verminderen. Wat zou dat dan betekenen? Dat is eigenlijk een soort motivatie. En als laatste stap je naar beneden, heel pragmatisch, hè, aan die kant. Zeg je van, welke daden, welke handelingen kan ik verstrekken, aanzetten, inzetten om dat probleem te verminderen? Dat gevoel eigenlijk daarbij te beteren. En aan het einde van het intervisieproces kom je weer bij jezelf, bij het gevoel. Vraag je af, welk gevoel heb ik nu bij de situatie? Dan heb je het afgerond. En bijna alle gevallen kun je aan het einde dan ook echt zeggen, nou goed, weet je, ik heb er meer tractie over, ik ben wat meer gaan kijken wat nou echt het geval is. Dus niet zo'n persoon, maar meer de inhoud erachter, hè? Dus feitelijk een stuk.